Ik sta hier naast mijn kerstboom. Mooi, hè? Je ziet hem niet helemaal deftig, want ja... Wacht, ik zal hem even deftig laten zien. Mannen, je ziet dat wel. Een schone kerstboom met van die lampetjes daarin. Alles erop en eraan, hè, mannen? Oké, maar ik dacht, ik ga eens in een andere hoek van mijn huis staan. Dan zien jullie nog eens iets anders dan altijd die saaie background van bij mij. En ja, dat was eigenlijk mijn idee voor de video. Voor de rest heb ik niet echt veel ideeën vandaag. Het is een inspiratieloze dag. Ik wou eigenlijk naar buiten gaan om iets te filmen, maar ik werd wakker en het was al 14 uur, dus ik dacht, fucking Len, we gaan niet buiten opnemen. Ah, what the fuck, dat doet pijn aan mijn fucking benen, die fucking blader of wat is dat hier? Dit is trouwens Boris de Kerstman. Hallo, je ziet steeds de camera. Ja, ja, ho, ho, ho. Ik lijk op een ho. En jij gaat de video liken, want jij hebt het gedaan. Nee, nee, niet jij, maar jij. Ah, fuck, dat doet fucking veel pijn, man. Fucking kerkboom van je ziet, joh. Fucking kerkboom, joh. Rustig, kerk. Ik heb nog wel dingen eigenlijk. Dit heeft mijn vader gekregen. Een camion vodka. Wat actual fuck, ik wist niet eens dat dat bestond eigenlijk. Het is wel nice. Al ja, ik bedoel de camion, hè. Ja, maar ik ga het echt wel niet drinken. We hebben ook nog andere versieringen, zoals bijvoorbeeld Thomas de Kerstman, Jiggy's. Hallo, ik ben Thomas en welkom terug bij een nieuwe video op mijn kanaal. Ja, maar... Ah, wat doet pijn aan mijn benen. Oké, maar goed. In deze video gaan we eigenlijk niet heel speciaal doen. Ik hoop dat jullie dat wel doorhebben. Dus als jullie een serieuze video willen zien, moeten jullie gewoon nu weggaan. Dat is de boodschap. Want we gaan echt letterlijk niks doen in deze video. Wat ik wel heb gevonden is een plant vandaag. Yo, kijk eens. Waarom doe je altijd zo speciaal? Je bent niet de beste YouTuber, dat weet je zelf. Geen flip. Flip. Just a little bit, just a lifestyle. Maar goed, vandaag gaan we het dus hebben over dat ik iets heb. Ik heb namelijk een hebben. Hebben jullie dat ook? Ik heb dat wel redelijk vaak dat ik dat heb. Maar ik vraag me af dat jullie dat hebben eigenlijk. Hebben jullie dat of wat? Ik snap niet eens wat deze video voorstelt eigenlijk. Ik begrijp het gewoon letterlijk niet. Oké, ik ga bij jullie eens even naar buiten gaan kijken hoe het daar staat. Kijk, just a little flip. Dat is hier onze auto, een Citroën C28 en dat is een random auto, een Citroën 58. En daar staat een auto met bolletjes. De camera is random uitgevallen, ik snap ook niet goed waarom eigenlijk. Maar het maakt niet uit, want ik ben een bespruit en ik eet graag een beetje fruit. Maar oké, boys. Yo boys, wat is het? Mijn naam is mijn naam en welkom op mijn beschuit. Ik zal even met jullie over een onderwerp bespreken, hè? Oké, dus eigenlijk, mijn schema voor de komende dagen. Oké, dus voor mij is het nog net de 1 seconde vakantie en dan is het school terug begonnen. Hè? Voor iedereen dat denkt, binnen een paar dagen is het school. Nee, het is nu al school. En voordat je het weet is het al school. Op dit moment is het school. En op dit moment zit je op school te denken aan deze dag. Dat je dacht dat het school was vandaag. Maar het is ook school op dat moment. Dat je denkt dat je aan die dag dat je dacht dat het school was. Snap je? Nee, want mijn schema, misschien hebben jullie al door dat ik terug begin te uploaden. En dagelijks dan nog wel. He, dus daily uploads, guys. Nu, dat heb ik al 20 keer gezegd, dat heb ik ook al 20 keer gedaan. Maar dat is altijd dan voor een paar... misschien niet, dat is altijd maar voor een week en dan upload ik 2 jaar niet. Wel, ik zal jullie daar de reden eens voor geven. Hè? Ik zal eens beginnen met dat te vertellen aan Ellen. Hè? Oké, first things second. Nee, even serieus, de enige reden waarom ik dat niet volhoud is omdat ik geen motivatie heb. Simpelweg dat. En hoe komt dat ik geen motivatie heb? Dat komt eigenlijk omdat jullie ofwel gewoon niet liken, ofwel gewoon niet kijken ofzo, I don't know. Ik kan jullie natuurlijk niet verplichten om te liken, ik kan jullie natuurlijk niet verplichten om te kijken, dat gaat niet. Maar ik kan jullie wel zeggen dat mijn motivatie gewoon heel veel likes is. Als ik veel likes haal, is mijn dag gewoon echt gewoon perfect. Niet meer normaal. Dus nu weten jullie met wat jullie mij kunnen blij maken en met wat jullie kunnen zorgen dat ik blijf doorgaan met wat ik doe. Liken. Ja, like. Oké.
Heb je al geliked? Dan vraag ik me wel af. Like nu de video. Nu op dit moment dat je aan het kijken bent. Vergeet dat duimpje omhoog niet. En dan is het misschien wel een goed moment om de video af te sluiten. Dus ik hoop dat jullie van deze video hebben genoten. Abonneer even als je nieuw bent op mijn kanaal. Like deze video, hè? Ja, like. Check mijn sociale dingetjes in de beschrijving. Zoals Snapchat, Facebook, Twitter, Instagram, Woele, al die dingen. Staan allemaal in de beschrijving. En dan zie ik jullie hopelijk bij de volgende video. Ja!